Lieve mensen, onlangs verscheen op de website van de PKN een bericht waarvan ik eerst dacht dat het als grap bedoeld was. Het was een gebed, getiteld Als de kerkdienst tegenvalt. Er werd God om ontferming gevraagd, mochten de liedkeuze of de preek of de medekerkgangers of de organist tegenvallen. Het was niet grappig bedoeld. Het zette mij wel aan het denken. Want met welke instelling gaat de kerkganger naar de kerk die zo'n gebed nodig heeft? Met de houding van een consument die waar voor zijn geld verwacht? Met de houding van een expert die het bij voorbaat al beter weet? Of toch met de houding van iemand die zich nog durft te laten verrassen, ook al kan die verrassing wel eens tegenvallen? In ieder geval dacht ik, was het een gebed? Dat is maar goed ook, want in zo'n tegenvallende kerkdienst komt bidden er misschien wel niet eens van. Een gebed, daar gaat het over. In het verhaal dat Lucas Jezus in de mond legt vanmorgen. Gebed en de houding waarmee een mens zich in gebed tot God richt. Dit verhaal van de farizeeër en de tollenaar staat in de context van een reeks previews over wat het koninkrijk van God zo al behelst en wat voor instelling er voor nodig is om daaraan deel te hebben. En in die context wordt ons het beeld geschetst van iemand die dat koninkrijk wel eens vol zelfvertrouwen en minachting voor de ander zal komen binnenlopen. En iemand die onzeker op de drempel blijft staan. Toen ik eens een bezoek bracht aan St. Mary's Cathedral in Edinburgh, viel me daar een schilderij op. Een heel donker, vaag schilderij, maar toch heel sprekend. Het werd in 1910 geschilderd door Alfred Borthwick. En na allerlei onwaarschijnlijke avonturen te hebben doorstaan tijdens twee wereldoorlogen, kreeg het uiteindelijk een permanente plek daar in die kathedraal. En het heet The Presence. En inderdaad voel je meteen dat het een aanwezigheid is die hier wordt uitgebeeld. Stel je voor, je staat in een kathedraal of een grote kerk met je rug naar de deur. Zo te zien is het avond. En door het middenpad tussen twee rijen stoelen, helemaal in het donker en met de zwarte gewelven boven je, kijk je richting het altaar, in de verte, waar een groep mensen staat. Waarschijnlijk vieren ze het avondmaal. En het altaar is een zee van licht en warmte, overal kaarsen. De rest van de kerk is in duisternis gedompeld. Behalve de hoek aan je linkerhand, helemaal achterin, bij de achterste pilaar. En daar knielt een vrouw, helemaal in het zwart. Ze ziet er wanhopig uit, alsof ze niet weet wat ze met zichzelf aan moet. Ze heeft haar hoofd in haar handen en ze ziet niks. Maar speciaal op haar valt een lichtstraal. En ook al ziet ze het niet, achter haar staat Christus. Klinkt misschien als een zoet en iets wat belerend plaatje. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij voor iedereen. Of je nou netjes in de kerk zit of niet. Maar u moet het schilderij maar eens opzoeken.
Want de sfeer is allesbehalve zoet. En het roept indringende vragen op. Want wie ervaart hier die aanwezigheid uit de titel van het schilderij? Die duidelijk een zinspeling is op de aanwezigheid van Christus in wat er zich op en rond het altaar afspeelt. Zijn dat de mensen die op een donkere avond bij elkaar zijn gekomen om samen te vieren, hun gezichten vol verwachting gericht naar het licht? Of is het die vrouw die op de koude stenen geknield ligt, alleen, en die het licht niet eens ziet? Het lijkt geen of-of verhaal te zijn. De mensen rond het altaar en de vrouw bij de pilaar baden in evenveel warm licht. Maar iedereen kent alleen zijn of haar eigen donker en weet van zichzelf hoe hard dat licht nodig is. Eenzelfde soort gewaarwording krijg ik bij het verhaal dat Lucas vertelt over de farizeeër en de tollenaar in de tempel. Het lijkt, vooral door de belerende zinnetjes aan het eind, een simpel verhaal. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Maar als het zo simpel zou zijn, waarom kunnen we dan toch zo moeilijk kiezen met wie we ons in het verhaal identificeren? Waarom komen die twee eigenlijk naar de tempel? Ja, om te bidden. De farizeeër is er als een vis in het water. Hij staat er rechtop. Hij spreekt zelfverzekerd een dankgebed uit. En hij vraagt niet. Want wat zou hij moeten vragen? Hij heeft het al prima met zichzelf getroffen. De tollenaar blijft gebogen, half buiten staan. En hij vraagt om genade. Want wat kan hij anders vragen? Een God die het gebed als een zakelijke transactie zou beschouwen, zou hem meteen de deur wijzen die hij toch al nauwelijks doordurft. Maar het is geen zakelijke transactie. Het is onverdiende goedheid waar de tollenaar het van moet hebben. Het gebed van de farizeeër, ja, dat klinkt ons misschien hypocriet en zelfgenoegzaam in de oren. En toch is hij geen karikatuur. Hij gedraagt zich eigenlijk precies zoals dat van hem verwacht wordt. Zijn baan, zijn rol, is om apart gezet te zijn. Om het goede voorbeeld te geven, om de schrift serieus te nemen. Om de geboden op te volgen en daar zelfs nog een schepje bovenop te doen. Dat doe je als farizeeër. Hij gebruikt dezelfde soort taal die we in de psalmen ook wel tegenkomen. Waarin de dichter God oprecht dankt en prijst voor het feit dat hij niet is zoals anderen. Alsof hij wil zeggen, gelukkig heeft u me prima opgevoed. En eigenlijk kunnen we onszelf als lezer best herkennen in zo iemand. Wij zeggen wellicht niet letterlijk, God zij dank ben ik niet zoals hij daar of zij daar. Maar wat is er mis mee om dankbaar te zijn voor het feit dat je goed bent terechtgekomen. En dat je in staat bent om goede beslissingen te nemen en anderen te helpen. Daar is niet veel mis mee, toch? De farizeeër slaat zichzelf misschien wat erg enthousiast op de borst. Want ook nette mensen maken wel eens een flinke misser. Maar de tollenaar die slaat dan wel weer erg ver door in de andere richting. Die slaat zichzelf letterlijk in tegenovergestelde zin op de borst. Maar ook hij doet wat er van hem verwacht wordt. Hij gedraagt zich zoals iemand in zijn positie zich hoort te gedragen. Hij doet zijn weinig populaire werk,
en mensen kijken op hem neer. Maar hoe geloofwaardig is hij eigenlijk? Daar in de tempel, met zijn uitbundige schuldbelijdenis. Want er is niets dat erop wijst dat hij ook daadwerkelijk van plan is om zijn leven te beteren. Wat zou hij anders ook met zijn leven aan moeten dan gewoon maar tollenaar zijn? En zo speelt deze parabel met onze emotie als lezers. Want op het eerste gezicht zijn we meteen geneigd om partij te kiezen voor de tollenaar. Die immers met een veel nederiger houding naar de tempel komt dan die verwaande kwast die alleen maar een complimentje komt halen. Maar dan komt wel ons rechtvaardigheidsgevoel in het gedrang. Want het is wel zo dat die farizeeër enorm zijn best doet om een goed mens te zijn. En dat het misschien juist die tollenaar is die alleen maar voor de show komt. En die straks weer rustig verder gaat met zijn lucratieve baantje in dienst van de Romeinse bezetter. En van hem wordt gezegd dat hij gerechtvaardigd naar huis gaat. Dat is echt weer zo'n Jezus-uitspraak. In zijn verhalen worden immers 99 brave schapen aan hun lot overgelaten om één ondeugend schaap te redden. Wordt er een feestje gebouwd omdat een onverstandige zoon zijn erfenis heeft verkwanseld, krijgt iemand die een uurtje heeft gewerkt net zoveel betaald als iemand die een hele dag heeft lopen zwoegen. Nou ja, Jezus zegt inderdaad dat diegenen die weten dat ze God nodig hebben, de waarden van Gods koninkrijk beter hebben begrepen dan degenen die denken dat ze er al zijn. Maar om nou te zeggen, gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër, dat is weer erg kort door de bocht. En om te zeggen, ze krijgen allebei hun verdiende loon. Daarmee zien we ook iets over het hoofd. Want hier verdient niemand iets. Zo gaat het niet bij God. Je verdient je plekje in het koninkrijk niet door je aan de regels te houden en je beter te voelen dan een ander, maar ook niet door je op je borst te slaan van schuldgevoel en ellende. Je verdient niets. Maar je begint het wel te begrijpen als je weet dat je het niet verdient. Dat het een geschenk is. Wie tegenwoordig zondags naar de kerk gaat of de livestream aanzet, die zal zich waarschijnlijk niet direct afvragen, kom ik straks als een gerechtvaardigd mens uit deze dienst? Wat we zoeken als we ons tot de eeuwige richten is voor ieder mens verschillend. Vaak hoor ik mensen iets zeggen in de trant van, ik kan er weer even tegen. Of ik ga met frisse moed de nieuwe week in. De zondag markeert immers niet het einde van het weekend, maar de eerste dag van de week. Een nieuw begin. En daarom willen we iets opdoen. Iets aangereikt krijgen. Iets meenemen. Gezegend de wereld weer ingaan. Maar tegelijkertijd worden we uitgenodigd om iets af te leggen. Iets weg te zetten. Een last van onze schouders te nemen. Om onze schoenen bij de deur te laten staan. Ons masker af te zetten. Ons hart te luchten. Onze rugzak uit te pakken. En vaak merken we op dat moment pas hoe zwaar die is. En als we dan tot onszelf komen en al die dingen loslaten die we zo krampachtig vasthielden, schuldgevoelens en schaamte en trots en wrok, dan merken we dat we zo ook tot God kunnen komen. En dat er in ons weer ruimte is gemaakt om Gods zegen te ontvangen. Een gerechtvaardigd mens is geen volmaakt mens.
En voordat we straks onze kop koffie op hebben, hebben we vast alweer een onaardige gedachte gehad of iets kattigs tegen iemand gezegd. Maar ergens van binnen is dat verlangen weer aangewakkerd om te leven niet als een volmaakt mens, maar als iemand die zich vergeven weet, bevrijd, die met vertrouwen en hernieuwde toewijding de wereld in mag gaan. Iemand die weet dat er meer nodig is dan zelfvertrouwen of zelfvernedering. Dat het de eeuwige zelf is die steeds een nieuw begin geeft. Om het te blijven proberen. Om met vallen en opstaan een zegen te proberen te zijn. Amen.